Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over de Ortho Laser Master 2 15 watt versie. Vandaag gaan we een experiment uithalen. Je hebt mij vast al eens een keer bezig gezien met glas en met glazen onder andere. En de gebruikte methode daar, en die werkt absoluut, geen zorg, wil zeggen dat je het glas insmeert met zwarte tempera-verf. Het liefst met een airbrush, zodat je het gelijkmatig opbrengt. En die zwarte tempera-verf, die ga je dan dus laseren. Bij plat glas heb ik dat wel eens gedaan, zeg maar, dat je het zwarte tempera-verf aan de onderkant metalen platen onderlegt. En dan op de metalen plaat focussen en dan laseren. Maar dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Je kunt die zwarte tempera-verf gewoon aan de bovenkant hebben. En dan dat laseren. Nou zit ik heel veel op Facebook en heel veel op YouTube. En ik kijk naar nieuwe technieken, naar nieuwe dingen. En er zijn echt een paar hele leuke video's onderweg. Dat kan ik je nu alvast zeggen. Niet dat de video al gemaakt is, maar dat zijn projecten waarvan ik zelf vind dat ze ongetwijfeld leuk gaan zijn. Of ze werken is een tweede, dat weet je bij mij nooit. Want ik doe altijd niet eerst testen en dan uitvoeren. Nee, ik voer uit en dat is ook gelijk de test. En als het misgaat, gaat het mis. Dat is jammer. Laatste tijd zie ik regelmatig video's terug op Facebook waarbij men geen zwarte tempera verf gebruikt, maar witte verf gebruikt. En het verschil tussen witte verf en zwarte verf in dit geval is eigenlijk dat, zeg maar, als je de zwarte tempera gebruikt, dan krijg je een licht grijze afdruk in dat glas. En dat ziet er heel erg klassie uit en dat is hartstikke mooi, hartstikke fraai. En vooral als je de wat dikkere letters neemt, is dat heel mooi. Echter, als je witte verf neemt, dan zie ik dus resultaten van een zwarte afdruk in dat glas. En dat is misschien ook wel ongelooflijk mooi. Ja, in Amerika, als je op Facebook kijkt, dan komt steeds het merk Rust-Oleum voorbij. En daar kun je hier wel aankomen, maar daar betaal je hartstikke veel voor. En dat ben ik eigenlijk niet van plan te gaan doen. Wat ik mijn eigen voorgenomen heb, is simpelweg om dit eens te gaan testen, maar nu met witte tempera. Dit komt van de Big Bazaar, in dit geval in Arnhem. En volgens mij, als ik mijn vrouw moet geloven, want die heeft het meegebracht, ik dacht iets van 3 euro voor een fles van een halve liter. Nou, dat doe ik waarschijnlijk mee totdat ik, dat ik er niet meer ben waarschijnlijk. Vraag is alleen of het dus die zwarte afdruk gaat geven, of misschien ook wel diezelfde grijze afdruk. Dan zou zwart niet eens uitmaken, zwart of wit. Maar goed, dat maakt in principe niet uit. Ik gebruik net zo goed zwart als wit, dat is geen probleem. Want het voordeel van tempera-verf is dat je met water af kunt wassen. Nou heb ik even, ik heb een test voorbereid. Ik ga op een glazen plaat. Heb ik, in dit geval met een kwast. Dus ik heb het niet met de airbrush gedaan. Want dan moet ik specifiek voor de airbrush daar weer even een mengseltje voor aanmaken. Heb ik even niet zoveel te trekken in op dit moment. Ik wil eigenlijk puur alleen even zien of het werkelijk ook zwart gaat worden. Of dat het dezelfde grijze achtergrond kleurt. Of misschien wel helemaal niet. Dat kan ook nog, natuurlijk. Dus ik heb een glasplaat gemaakt. En die glasplaat die heeft een witte tempera-laag, een dubbele tempera-laag. Dus bewust iets dikker als dat ik dat bij de glazen doe. Want dan hoeft er echt niet zo extreem een dikke laag op te zitten. En dat ga ik laseren. En ik ben benieuwd naar het resultaat. Hopelijk jij ook. Want dit zou wel weer iets toevoegen. Dat zou betekenen dat je zwarte verf gebruikt voor een grijze afdruk op dat glas. En witte tempera-verf voor een zwarte afdruk op dat glas. Nou, die test die gaan we in deze video uitvoeren. Ik ga niet mezelf de moeite doen om je in Lightburn te laten zien wat ik ga ontwerpen, want ik maak gewoon iets wat ik leuk vind. Ik zal je wel de settings daarvan nog vertellen, al ga ik dezelfde settings gebruiken als dat ik in principe ook voor de zwarte verf gebruik. Dus ik ga in eerste instantie niks anders doen als wat ik al deed. En dan gaan we zien hoe dat eruit komt als die het glas etst. Ik kan je ook alvast vertellen dat ik, zeg maar, want er is ongetwijfeld vaker ook vraag naar andere kleuren. Ik heb een product gevonden in China, wat officieel voor CO2-printers is. CO2-lasers, CO2-printers, hoe kom ik daar nou bij? CO2-lasers. Maar waarvan ik ook al resultaten heb gezien in de diode-laserklasse. En daar heb ik een vel blauw van besteld. En ik ga daar ook nog mee experimenteren. Alleen dat gaat niet in deze video zijn. En daarvan zou het effect moeten zijn dat je straks een blauwe afdruk krijgt. En dat gaat natuurlijk een enorme range verbreding opleveren. Dus niet alleen grijze afdrukken op glas,
maar misschien dus ook wel zwarte afdrukken met witte verf gedaan. En misschien ook nog wel in andere kleuren als die methode die ik daar gezien heb en waarvan ik de spullen van besteld heb, als die ook gaat werken. Nou, ik hoop dat je veel plezier hebt bij de video. Aan het eind spreken we elkaar nog heel eventjes. Ja? We gaan die test doen met de witte verf, witte tempera verf op glaswerk. Het eerste wat we natuurlijk gaan doen is het focussen van de laser. In dit geval heb ik de witte tempera verf bovenop het glas gedaan, niet eronder. Het kan ook eronder. Misschien moet ik er zo nog wel eventjes een metalen plaat onder leggen. Dat ga ik ook even doen. Maar eerst even de focus regelen. Zo. Daar was hij niet blij mee. Dat was de schokdetectie die reageerde. En natuurlijk maak ik natuurlijk een tactische fout. Want als ik de metalen plaat eronder leg, moet ik hem daarna natuurlijk opnieuw focussen. Dus dat gaan we maar opnieuw doen. Zo. Opnieuw gefocust. Terugzetten naar zijn basisstand. Zo. Snelheid waar ik mee ga laseren is 500 mm per minuut. Power is 70%. Dit zijn de normale settings die ik ook bij de zwarte tempera verf gebruik. En het eerste wat we gaan doen is nu het kaderen. Het object wat ik maak. Nou, dat staat precies goed. Het is netjes gedaan. Het object wat ik maak, dat heb ik, dat is een logo van onze carnavalsvereniging. En dat heb ik alvast gemaakt omdat ik dat ook wil gaan laseren op hubflesjes. Op hubflesjes voor alcohol, zeg maar. En om vast te stellen of dat logo er goed uitkomt, is het natuurlijk heel praktisch om dat nu hierop te gebruiken. We gaan de laser starten. En we gaan zien wat er gebeurt als we met de witte tempera laseren. En of dan dat gebeurt, wat ik ook op video's en op berichten bij Facebook zie, is dat we dan een zwarte afdruk krijgen en geen witte. Ik ga op start drukken, lieve mensen. Krijg je een foutmelding. Nou, oké. We gaan hem opnieuw starten. En ik laat hem doorgaan. Uiteindelijk gaat het erom of de afdruk zwart wordt, ja of nee. Ik kan namelijk die afbeelding altijd nog aanpassen. Nou, we gaan zometeen het resultaat zien van het laseren met witte tempera op glas. Dan zijn we op het punt aangekomen waarbij het gelaserde bijna klaar is. Het ziet er zover goed uit, maar ja. Het eerste wat nu natuurlijk moet gebeuren is dat de tempera verf eraf gewassen moet worden. En dat is wat we nu gaan doen. En dat doen we gewoon onder water. Ik ga het niet laten zien. Dat heb ik al in eerdere video's laten zien. Het is nergens voor nodig. Ik ga dit afwassen en we gaan zien of het resultaat nu wit of zwart is. Want dat is de essentie. Volgens de video's zou het zwart moeten zijn. Terwijl bij zwarte tempera verf het resultaat wit is. Heel apart. Maar we gaan kijken of dat zo is. Nou, het resultaat is niet zoals gewenst. Of zoals gewenst, het resultaat is fraai, verder geen probleem. En ik ga zeer zeker mijn hubflesjes hiermee doen. Alleen, het is niet een donkere afbeelding geworden. Hij is een fractie donkerder dan de eerdere afbeelding. Neem niet weg dat we nog even doorgaan met deze video. Want dan gaan we testen met een andere witte verf. En laten we maar eens proberen met witte primer. Dat is wat het volgende wat ik ga doen. Nou, met tempera lukt het dus niet. Dan hebben we het geprobeerd met witte primer. Dus ik heb witte primer geschilderd op de plaat. Dat zal straks wel wat lastiger zijn met het schoonmaken. Want dat betekent dat we moeten schoonmaken met aceton of iets dergelijks. Gaan we natuurlijk ook proberen. Ik ga hetzelfde bestand ga ik laseren. Even kijken of het goed op het wit zit. Nou, dat is wel redelijk zo. En we gaan gewoon opnieuw beginnen. Kijken wat dit oplevert met grijze primer. Nou, het laseren kent u wel. Ik zet dus het beeld uit. Ik ben zo weer bij je terug.
Oké, ook dit is gelezen nu. Dit was dus spray paint, primer. Dit moet gaan worden schoongemaakt. En in dit geval kan dat niet met water, maar moet dat bijvoorbeeld met aceton. En dat ga ik doen en dan kom ik daarna weer met het resultaat bij je terug. Na het schoonmaken is duidelijk te zien dat de afdruk donkerder is. Maar als je dichterbij gaat kijken, dan zie je ook dat er beschadigingen in zitten. Bijvoorbeeld hier in deze hoek hier. Ik vind het resultaat dus nog niet zo mooi zoals het zou hebben kunnen zijn waarschijnlijk. Maar we zien wel dat de kleur donkerder is. Het heeft te maken met een bepaalde stof in die witte spraypaint. Ik ga dus nog een test doen, maar dan nu met hoogglansverf. En kijken hoe dat eruit gaat komen. Nou, de laatste poging. Nu doen we het met hoogglanslak. Eens kijken of dat beter is. En ook dat zal dan straks weer met aceton worden verwijderd. Gelijk hier iets over zeggen. Dat wil dus zeggen dat als het al lukt. We hebben gezien dat bij de primer, de witte primer, dat het beter werd. Het werd donkerder. Alleen het verwijderen van de verf is een stuk lastiger. Dus of je dit op glas en met name op glazen en zo moet gaan doen, ik weet het niet. Ik twijfel daarover. We gaan kijken hoe dit uitpakt. Zo, dit is het eindresultaat wat we hier zien. Rechterkant was met hoogglansverf. Laat je niet door het licht misleiden, dat is het licht van mijn serre. En dat maakt het iets lastiger zichtbaar. Maar het is duidelijk donkerder dan de linker. En de linker is de witte tempera verf. Ik moet wel zeggen dat de witte tempera verf een hele nette afdruk geeft. En misschien zelfs wel beter als met zwarte tempera verf, maar geen donkerdere afdruk, zeg maar. Dus wel een mooie afdruk, maar geen donkere. De middelste is met witte primer. Die zal ik even opzij schuiven, dan zie je dat wat beter. Ook die ziet er redelijk donker uit, maar vind ik toch niet zo hoge kwaliteit hebben. En dat is die rechter wel. Die heeft een behoorlijk hoge kwaliteit. Dus als je dit gaat doen, dan met hoogglanslak. Maar wat je ook kan doen, is even gaan kijken op het internet. In de diverse Facebookgroepen worden namelijk ook de stoffen genoemd die in die verf moeten zitten, waardoor dat er goed werkt. En daar heb ik natuurlijk niet naar gekeken. Ik weet ook niet of wij die stoffen zo op die manier hier in Nederland kennen. Maar je ziet wel heel duidelijk een verschil tussen witte tempera. Helemaal links, dat is die kerstafdruk, dat was zwarte tempera. Dat is trouwens ook niet slecht natuurlijk, hè. Laten we dat vooropstellen. En de twee rechter, dat is witte verf. En wat me ook opgevallen is, je gaat het schoonmaken met aceton. En ik zei net van, nou, dat is niet echt heel gemakkelijk bij glazen bijvoorbeeld. Ik vond dat bij de hoogglanslak met aceton die witte verf er super snel af was. En dat betekent dat dat misschien toch nog wel een optie zou kunnen zijn. Het is dus niet zo makkelijk als onder water afwassen, zoals je met tempera verf kunt doen, zoals met die witte afdruk aan de linkerzijde. Maar het is ook niet super zwaar, maar je hebt de aceton of verfverdunner voor nodig. Nou, ik hoop dat je deze video leuk vond, dat je er wat van geleerd hebt. Ik in elk geval wel. Tot de volgende keer. Daar.